Hallo en welkom bij het online retreat Je Zielsmissie Ontsluiert. Mijn naam is Danielle Hermeler en vandaag ga ik dit onderwerp uitgebreid verkennen met Jacco Elken. Jacco, een heel hartelijk welkom. Super, dankjewel. Welkom ook. Leuk, dankjewel dat ik dit mag doen. En voordat ik al mijn vragen ga afvuren, wil ik jou kort introduceren aan alle deelnemers. Jacco is medium, je ziet het al in het scherm, mijn oog valt op. Jacco werkt als medium en is oprichter van de Spirituele en Intuïtieve Academie en werkt dus ook als docent. Heeft inmiddels ook een heel docententeam naast zich staan. Zojuist ook gehoord dat hij iets doet in een beroepsgroep, nou daar wil ik zo ook iets meer van weten. En volgens mij geef je ook nog individuele sessies, of dat niet meer? Zeker wel, zeker. Een van mijn passies. Ik geef, woensdags geef ik vaak consulten, maandags geef ik consulten. Mm-hmm. Woensdagavond en weekends geef ik les. Kun je iets vertellen over wat je precies doet als medium? Wat is een medium en hoe werkt dat? Wat doe je? Ja, medium. Medium die maakt contact met de ongeziene wereld. Dat wil zeggen de wereld waar we vandaan komen. Dus die maakt contact. Met gidsen, met dierbaren, engelen, de natuur. Maar ook met jouw energieveld. Of als er ziektes naar voren komen, met jouw organen. Oftewel, ik maak contact met bewustzijn. En was altijd heel erg getraind. En nog wel op de personen die komen. Dus dierbaren, gidsen. Altijd spannend, altijd leuk. Elke keer weer. Dat doe ik al bijna 20 jaar. Blijft altijd leuk. Maar dat ging zich allemaal verdiepen in de loop der tijd, in de consulten die ik deed. Ik heb heel veel consulten gedaan. In waarom ben je op de aarde? Ja. Loop je je pad? Waar gaat het mis tussen aanhalingstekens? Dat is heel interessant om dat te kunnen en mogen vertellen. En dan kom je op en dan voel ik, lees ik de aura. En dan komt daar een thema naar voren. En in dat thema, dat is zeg maar wat de mens heeft uitgekozen. Ik noem het maar de zielenkamer, bij gebrek aan weten. Dan ben je in de zielenkamer en ga je je klaarmaken om op aarde geboren te worden. En dan ga je met je gidsen en zeg je, ja, wat mag nog aandacht krijgen? Wat wil je graag leren? Of wat wil je afleren? Dat kan ook. En dan ga je weer naar de aarde toe natuurlijk. En dan heb jij jouw zielendoelen uit te werken. Nou, dat doe je natuurlijk samen met alle andere mensen die dan ook in jouw veld komen. Dat heet spiegelen. En ja, soms zien we elkaar niet goed in de spiegel of jezelf niet goed in de spiegel. En dan kan je wel eens van je padje afgaan. Nou, dat hoort ook bij het leven. Dat is ook alleen maar goed, want daar kun je superveel van leren. En dan is het wel eens fijn, dat vind ik zelf ook fijn, om eens naar iemand toe te gaan van, joh, wat speelt er? Waar mag ik op letten? Of wat mag je doen? Of nou, enzovoort. Dat is een groot deel. En omdat wij heel veel met emoties werken, gevoelens en emoties, stoten wij energie af op gevoelens en emoties, maar wij trekken ook energie aan. En dat doen we wel zowel met levende mensen, gewoon van vlees en bloed, je zusters en je broeders, waarmee je dingen mag uitwerken. Maar ook vanuit de geesteswereld die nog niet naar het licht zijn gegaan. En daar kunnen mensen last van hebben. En dan komen we, ik noem dat auraliftes, die zitten in jouw geest, in jouw aura. Nou, dat kan heel vervelend zijn. Dan heb je last van stemmingswisselingen, depressies, schizofrenie, borderliner. Allerlei geestelijke ziektes. En daar heb ik me heel erg in verdiept. Omdat je daar heel veel mensen mee kan helpen. Dan gaan letterlijk, help je dan die mensen om daarmee contact te maken met die geesten die ze bij zich dragen. Ja, die ga je dan vervolgens naar het licht brengen. Iemand zei er wel eens van, nou lekker dan dat ik dat heb. Zegt, ja zeker is dat lekker, want daar kun je juist iets van leren. Het is weliswaar vervelend als je in depressie zit, of in zwaarte zit, of een vermoeidheidsverschijnsel en dergelijke. Maar als je dat continu hebt, ja dan ga je daar wel aan werken. En dan komt daar vervolgens weer een thema uit. Hey, maar zou je ik onderbreek je. Zou je dan zeggen dat zo'n aura lifter eigenlijk dan je een dienst bewijst, op ieder geval een functie heeft, dat hij er is?
Ja, gek gezegd wel. Vanuit de ziel bekeken, hè? Mm-hmm. Want vanuit de ziel, bijvoorbeeld iemand die voelt altijd druk op zijn schouders, hè? Die voelt zich altijd klein gehouden, dan heb je al een thema. Nou, dan is iemand die kan dan niet groeien in zijn zijn. Dan ga je contact maken van, goh, waarom maakt u haar klein? Ja, zij mag niet groeien. Veelal komt dat uit vorige levens. Was je partner van elkaar. En één persoon die werd klein gehouden. En die wordt nu nog steeds klein gehouden. Omdat die persoon niet boven de andere mag uitgroeien. Mm-hmm. Dat spel wordt dan gespeeld. En dan ga je contact maken met die oude lifter. In liefde en begrip. Want dat is een mens, net als jij en ik. Alleen die zit vast in die emotie van iemand anders onderdrukken. Mm. Nou, en dat is dan zo'n fascinerend thema waar heel veel mensen mee werken. Je ziet vandaag de dag ook onderdrukking. Mm-hmm. En dat wil je vervolgens overstijgen. Zodat je kan groeien in je ziel. Oftewel in jouw ik. En overstijg je dat. En als je dat overstijgt, dan transformeer je dat als het ware. Mm-hmm. Alleen al op dat thema. En groei je daarbovenuit. En gaat jouw trilling omhoog. En trek je dat vervolgens ook niet meer aan. Hoe mooi is dat? Dat is super. En nu heb ik meteen een hele, een vraag van, ja, maar stel nou dat je dit niet weet. En ja, klopt. De meeste mensen weten dit niet trouwens. Ik denk hier nou ook niet elke dag over na. Maar kan je dan toch zonder een hulp van een medium dat voor jezelf transformeren? En zo ja, hoe doe je dat dan? Ja, dat kan. Dat vereist een afstemming, een concentratie om daar naartoe te gaan. Dan ga je je intunen op jouw auraveld, dus in jouw geest. En dan voel je ergens een zwaarte. En naar die zwaarte ga je dan toe. En dan ga je invoelen in die zwaarte. Dat kan naast jou zijn, dat kan achter jou zijn, dat kan voor jou zijn. Maar dat kan ook in chakra's zijn. Dan ga je in dat chakra ga je reizen. Het hartchakra, zonnevlecht, maakt niet uit. En daar ga je naartoe. En dan ga je contact maken met wat daar speelt. Dat vereist een concentratie. Uit ervaring weet ik dat het fijn is als iemand anders jou daarin begeleidt. Want de mind wil er heel snel doorheen komen. Nou, dat is eerst al van, ja, verzin ik dit nou zelf of niet? Dat is bijna een escape die we gebruiken. Dan gaan we twijfelen. Dat zit nou eenmaal in de opvoeding zoals we die op aarde kennen. Dat verzin je maar, of dat denk je maar, of dat is een zinspeelsel of wat dan ook. Iemand die mediumiek daarin getraind is, en dat kan iedereen leren, zeker als je gevoelig bent, die kan zich op, omdat hij daar buiten staat, kan die concentratie daarop heel makkelijk vastzetten. En dan laat hij de andere reizen naar daar waar die druk zit of vervelende energie zit. En is dit ook iets wat jij in jouw opleidingen dan leert aan mensen? Zeker, de eerste ochtend al leg ik dat meteen uit. Dus toevallig begon met mediumschap 1 afgelopen zondag. Nou, dan ga ik bij de mensen langs. En dan ga ik al uitleggen wat ik net zo uitlegde. Mm-hmm. Dat het een hele mooie, liefdevolle, positieve geesteswereld is. Maar ook, als je zo wil zeggen, een negatieve energiewereld, geesteswereld. En dan gaan we die al wegbrengen, begeleiden naar het licht. Want dat is superbelangrijk. Nou, dan heeft... Nou, ik heb nog nooit meegemaakt dat niemand niets bij zich had. Dus dat wil zeggen dat heel veel mensen daarmee lopen. Ik was het eerlijk gezegd alweer een beetje vergeten. Want wat ik net al tegen je zei, jaren geleden heb ik bij jou zo'n opleiding gedaan. En nu we dit uitspreken en delen, denk ik, oh ja, les 1. Ja. Oh ja, oh ja. Ja. Ik weet het weer. En wat ik me daar vooral nog aan herinner is het liefdevolle werk. Hoe je mensen dan kan begeleiden naar het licht. En hoe makkelijk dat eigenlijk is. Misschien wil je daar iets over vertellen. Want ik kan me namelijk ook voorstellen als mensen dit nu voor het eerst horen. Dat het een beetje ook een beetje beangstigend kan zijn. Terwijl juist die andere kant van dat liefdevol begeleiden naar het licht. Dat heb ik zelf al zo positief ervaren. Ja. Wil je daar iets over delen? Zeker, want in de psychiatrie is het helemaal niet bekend. Gewoon omdat men het ontkent. Omdat het niet geleerd wordt. En dat wat je niet geleerd wordt of wat onwetend is, ja, dat is onwetend.
En als jou geleerd wordt van, ja, dat moet een naam krijgen en er moet een bepaald medicijn voor zijn. Ja, dat werkt niet. Dan onderdruk je het, als het ware. Nou, het is heel makkelijk om er naartoe te gaan. En kom je dan iemand tegen, een man, een vrouw, soms een kind. Ja, die zit vast in die emotie. Je moet maar voorstellen dat jij daar zelf vast in zit. Ja. Dus ik heb een keer heel in het begin meegemaakt dat ik die persoon voelde. Waar we aan het opbouwen, aan het trainen. Dat de persoon zei, ja, dat wil ik niet. Die zei heel leuk, flikker op. Ja, dat begrijp ik, want het zit heel dicht in je energie. Maar als je zoiets naar jou toegeworpen krijgt, dat is een nare opmerking. Dat wil je niet. Als je die persoon uitlegt, bent u bewust dat u in de geest bent? Bent u bewust dat u uw eigen emotie vasthoudt en die uitspeelt op een ander? Dan gaan de radertjes van die persoon, die gaan natuurlijk ook werken. En als je dan zegt, maar u kunt het loslaten, u kunt naar het licht, en dan kunt u de emotie loslaten en dan bent u daarvan bevrijd. Want we leven vele levens. Nou, dan gaan ze al, 9 van de 10 keer gaan ze al weg. Soms is het wat zwaarder. Dan zeg ik voor de grap, oké, dan gaan we de tweede versnelling in. Dan zeg ik, in uw beleving, welk jaartal is het dan? Nou, 1740. Oh, bijzonder. Ik zeg, want het is nu 2022. Dat is een schokmoment. Begrijp je? Ik herinner me, dat was een vrouwelijke priester met een heel gevolg. Liep ze in de geest van die persoon. De geest is oneindig, hij is onbegrensd. Helemaal grauw, want ze liep er al heel lang. Ik zeg, u mag naar het licht, het hele verhaal. Nou, nee. En ze bleef maar voortslepen. In wezen zit je in een loop. Ik zeg, oké. Ik zeg, welk jaartal? Ja, toen zei ze iets van 3000 of 2000 voor Christus, ik weet niet precies. Ik zeg, oh, ik zeg, dan bent u al 4000 jaar bezig. En toen viel het. Ik zeg, maar als u niet wilt, dat u uw vrije wil, dan kom ik over 4000 jaar wel terug. Moment. En toen ging het heel liefste volgen. Ja, met heel gevolg achteraan. Anyway, en toen ging ze naar het licht. Ja, als jij, of de luisteraars, mensen die er open voor staan, heb jij veel gedachten in je hoofd en die zijn niet van jezelf. Als je dat kan onderscheiden, dan ben je in wezen een heel goed medium, maar nog onbewust. Want dan zit er iemand tegen jou aan te koekeloeren. Mm-hmm. Heb jij stemmingswisselingen? Ja, goed onderscheiden of dat vanuit je ziel die depressie komt. Dat kan. Maar 99 van 100 keer heb je last van een ouderlichter. Ja. En heb je hele vervelende gedachten, suicidale gedachten. Of gedachten van, je bent niks waard. Wie denk je wel dat je bent? Dat kan jij toch niet. Mm-hmm. En dat gaat allemaal via diezelfde computer, hè? En wij denken, dat zijn overtuigingen. Dat zijn overtuigingen. Die overtuiging maakt, hè, van, ja, maar dit verzin ik zelf. Dat voel ik in mijn hartchakra. Voel je dat? Ja. En daar hebben we mee te maken. En dat is, ja, dat is heftig. Maar het is ook zo bijzonder om mens te zijn op aarde. Om al die melodieën van emoties te bespelen. In jouw klankkast. Ik voel dat het heel sterk in mijn hartchakra, maar ook in mijn zonnevlecht. Ik voel daar wel een verbinding komen. Dat klopt, omdat we dit nu spreken. Je wees als eerste aan hier. Daar zit je ziel. Onze ziel. Onze bron, jouw bron, dat is me nogal wat. Ik krijg al kippenvel van als ik erover praat. En ik word er ook altijd blij van, want er komt zielens blij vandaan. Je moet er ook om glimlachen, want dat gaat met die verbinding. Dan gaat die omhoog en dan gaat die naar het hartchakra. Ja. En nu worden we verbonden met hart en ziel. Oh, wauw, ik voel het helemaal. Ja, dat gebeurt nu. En als we daar bewust van zijn, dat kan, we doen het nu, dat is aan iedereen gelegen. En voel je het in je zonnevlecht. Dat is je gevoelswarmte. Daar komt een gevoel binnen. Daar zit ook de grootste klier, de alvleesklier, de pancreas. Ja, en die gaat nou happy hormonen aanmaken. Nou, ik voel het nou ook heel erg in mijn zesde chakra. Ik weet niet hoe dat werkt. Inzicht en intuïtie. Dus als we dit hier vaker bewust van zijn, dan krijg je dit. Ja.
Oh my god, ik merk dat ik ook iets denk. Oh. Want het, ja, is namelijk heel voelbaar. Zeker, voelen. Voelen is belangrijk. En ja, zo is deze maatschappij inderdaad veel op het denken gericht. Ja. Hè? Maar vertrouw je gevoel. Dus ja, mocht je even niet lekker in je vel zitten, om welke reden dan ook, of wat je de behoefte hebt. Maak contact met jezelf. Maak contact. En dan kan ik nog een lieve gidsen welkom. En dan voel je de energie. Dat gebeurt allemaal in jouw geest. Hele prettige energie. Liefde. Liefde, respect, eenheid, samenwerken, zaligheid. Mooi, hè? Ja, heerlijk. Ik merk dat ik er ook even zo lekker in wilde gedijen. Nou, niet wilde, wil ja, gedijen. Klopt. Dit was de uitzending, dank jullie wel. Ja, het is inderdaad een beetje dat gevoel van, oh jongens, maar inderdaad, dit is de uitzending. Ik ga door met mijn vragen, maar eigenlijk voelde ik van, lekker zeg, dat. Dat is het. En dan kunnen we allemaal naartoe. En dat vasthouden. En dan leef je vanuit je ziel. Jij en je ziel. Wanneer u de tweeën één maakt, zei iemand. Ja, zei iemand, ja. Mooi. Ja, uw koninkrijk is in u. Hoe ben jij daar zelf zo achter gekomen dat dit werkje zo makkelijk afgaat? Ja, dat is een mooie vraag. Ten eerste, ik wist het niet. Ik was wel heel nieuwsgierig naar het onderwerp. Als kind heb ik een keer een medium gezien die werkte. Ik weet die naam niet meer. Maar toen dacht ik, jeetje, als je dat kan, hè? Nou, dat ging helemaal los van me. Uiteindelijk, je gaat je scholing door, een baan vinden in de maatschappij, et cetera. Ik miste iets fundamenteels. En ik wist niet wat. En dat begon ik te vinden in spirituele boeken. Dus ik ging boeken lezen over uittredingen. Ah, dat vond ik wel super interessant. Bijna doodervaringen. Allerlei spirituele boeken, zeg maar. Dr. Munro, heel oud boek, jaren 70. De setboeken van Jane Roberts. Ontzettend leuk, al jaren 80 werk bij me. En dat las ik toen. Of ik 30 was, 25, 30 of zo. Heel veel lezen. Super interessant. En heel, ja, bijna gretig. Ik wilde het helemaal niet meer opnemen. Ja, totdat Astrid een keer zei, mijn vriendin, mijn vrouw. Er is een ontmoeting met je gidsavond. Ik zeg, oh, ga je daar naartoe? Toen moest ze lachen. Zei, nee, jij. Oh. En toen ging ik het ervaren, omdat ik in een cirkel kwam met mensen en iemand die ging dat begeleiden, ontmoeting met je gids. Dus ik ging voor het eerst in meditatie. En toen kwam ik in contact met de ongeziene wereld. Eerst dacht ik nog, hè, we zaten allemaal zo in een cirkel, zo, na 3 minuten, zo, oké, moet ik proberen openstellen. Nou, toen kwam ik in de natuur terecht en toen kwam ik iemand tegen. Ik dacht, ja, dat is interessant. En toen had ik daar contact mee. En toen zei die persoon, dit kun je leren. Dit kun je eigen maken. Ik zei, wat moet ik daarvoor doen dan? Die gids een heel glimlachje. Je kunt je beter afvragen wat je ervoor moet laten. Oh. Dat zei ik ook. Oh. Oftewel, er werd mee bedoeld, als je heel druk bent, ik veroordeel niks, maar als je heel druk bent in het dagelijks leven met van alles nog wat, dan kom je niet in waar wij net in zaten. Dan verlaten we dat. Ook prima, want dan leer je ook weer allerlei dingen. Dus ja, ging ik dat eigen maken. Want voor mij kwam er een wereld bij. Ja. Maar dat is, nou, althans voor mij boeiend, een wereld erbij. En ja, dat was nou dat gat wat ik niet wist, die leegte die mij op ging vullen. En dan krijg je betekenis. En als je dan geïnteresseerd bent in regressie en vorige levens, ik zou bijna zeggen, wie is dat niet? Maar goed, hier is een waarheid. Dan weet je dus, er is leven na de dood. Daar is het leven. We zijn hier om te groeien, met elkaar te zijn, te leren, om te spelen. Dat ging zich steeds verdiepen
waarom zijn we hier? Waarom zijn we op aarde? Dan krijg je ook betekenis gaandeweg van zijn of niet zijn. Daar vroeg af, ja, wat bedoelt die gast mee? To be or not to be? Geen idee. Nu begin ik dat te beseffen. I am who I am. Maar ja, wat is dat? Ik ben wie ik ben. Ja, wie ben jij? Wie ben ik? Nou, de reflectie naar jezelf toe natuurlijk. Nou, had ik de meditatie dit redelijk uitgebreid aangelegd. Dat wil ik zelf ook doen. Nee, dus ik bedoel. Toen kwam mijn opa. Dat raakt mij nog altijd. En toen kwam mijn opa. En heel nuchtig. Opa. Opa was ook altijd heel nuchtig. Ik wist niet dat die liefdesband zo sterk was tussen ons. Dat heb ik later ook weer mogen leren. En ik voel hem nu ook hier staan. En toen zegt hij, Jacob, ik zeg ja, je bent al vrij. Dat was de meditatie, drie keer. Ik ben al vrij. Oh, ik ben nog steeds vrijheid aan het bevechten. Ja, dat is... Ik zit nog steeds in de modus van mijn vrijheid, mijn ruimte. Oftewel andersom, maar even gezegd van... Ik kom niet te dicht bij me. Ik wil zelf de dingen doen. Ik wil zelf in mijn eigen vrijheid. Ik wil niet dat iemand anders bepaalt hoe of wat. Nou, vrijheid was een belangrijk thema voor mij. En nog. Maar ik wist niet dat ik er al in stond. Dus ik zat nog steeds in die modus. Ja. Dankjewel, opa. Ja, dat goed gedaan. Ja. Dus, ik vond daar heel veel plezier. Nou, waar je plezier in hebt, word je goed in. Haal jij plezier uit koken, dan word je gewoon hartstikke goede kok. Ja. Omdat je daar jouw ziel en zaligheid, zeggen we dan, inbrengt. Of als je dat in sport hebt, of in muziek, dat maakt niet uit. En ik vond mediumschap, zoals het genoemd wordt, contact maken met de ongeziene wereld. Ja. Nou ja, die is onbegrensd. Daar kun je zoveel uit leren. En nog. Want wat is de reden dat jij besloten hebt om deze spirituele en intuïtieve academie op te richten? Je doet dus niet alleen mediumschap, maar ook transhealing. En ik herinner me ook iets met healing over de oorsprong van ziektes. Misschien zeg ik dat niet goed hoor, maar ik weet dat jij een heel breed aanbod hebt. Dat wil ik eigenlijk zeggen. En wat maakte dat je dat bent gaan doen? Met andere docenten ook nog? Ja, dat klopt. Ik ben in 2004 begonnen met Medium Jacco. Zo noemden de mensen mij. Dus die naam heb ik aangenomen. Ja, toen begon ik dus consulten te geven, cirkels te geven. En dat ging allemaal in een redelijk rap tempo. Okay. Lesgeven op verschillende locaties. En ik had mij voorgenomen, want ik werd er zo blij van. Als we dit nou aan meer mensen gaan geven, gaat de trilling van de mensen omhoog. En meer mensen omhoog, gaat de trilling in het geheel omhoog. Dus zoals eerlijk gezegd ook vanuit een eigen belang. Ja. En ik vond het hartstikke leuk om te doen. En ik werd toch om de 2-3 jaar ontslagen. Al mijn banen, dat kon op aarde. Die weg. Dus ik kon ook uit de maatschappij stappen. Want ik werd ondernemer in bewustzijn. Hoe leuk is dat? Ja. Met het idee, als ik dat nou ga geven, dan zullen er heus mensen gaan zijn. Nou, dat ga ik ook doen. Dat is fantastisch. Nou, dan zal het ergens in de toekomst zal het wel overbodig zijn. Dan gaan andere mensen het geven, ga ik wat anders doen. Bloemen verkopen, weet ik wat. Ik kan altijd wat leuks verzinnen. Maar, heel jammer, heel veel mensen pakten het mediumschap en de healing heel goed op. Begonnen daardoor hun praktijken op te zetten en dergelijke. Nou, dat was precies de bedoeling. Maar heel jammer, ik zag heel weinig leraren. Mensen gingen daar niet in staan. Ik denk, ja, dat vind ik jammer. En toen was het inmiddels al 2012. Ik denk, ik ga ze zelf vragen. En toen bedacht ik mij, want er zit ook een stukje ondernemer in mij. Oh, dan gaan we dat verspreiden over het land.
En dan hebben we een goede scholing. Ik sta voor een goede scholing. Je moet zuiver en gericht werken. Dus geen flauwekul verhalen en mediumschap. Maar echt puur zuiver mediumschap en healing brengen. Ja. Dus ik ging mensen vragen. Ik zie in jou een leraar. Nou, zo is dat balletje gaan rollen. En toen werd het de spirituele en intuïtieve academie. Zeer gesteund door Spirit. Mooi. Ja, zeker mooi. En nou is de lerarenteam is daaruit ontstaan. En er zijn ook wel eens mensen weggevallen. Die gingen wat anders doen. Of anderen vonden het toch een beetje te heftig. Ja, je moet wel voor de groep staan. En met Spirit werken. En met natuurlijk de mensen die bij je komen. Want het is niet alleen mediumschap en transhealing leren. Die overigens al in je zit. Die kan jou helemaal geen mediumschap of transhealing leren. Die zit al in jou. Dat zijn dus werken met je innerlijke zintuigen. Wat ik doe is methodiek aangeven. Zodat jij daar weer mee gaat werken in bewustzijn. Ah, zo werkt dat. Nou, dan krijgen de mensen er vertrouwen in. En het is altijd leuk. Anders komen ze ook niet natuurlijk. Er is nooit iemand die gezegd heeft van... Nou, ik vind er niks aan. Wat moet ik met zo'n gids? Hé, wie is mijn gids? Oh, hoe is dat? Dat blijft altijd. Daar zijn we net kinderen in. En nog steeds na al die jaren. Dus het werd een heel lerarenteam. En de trilling van de aarde gaat omhoog. 3D, 4D, 5D verhaal. De zielen willen niet meer in de oude maatschappij leven. We zitten in een overgang. Dus ja, dat werkte natuurlijk ook mee. En daardoor kregen we ook steeds meer en beter contact. Dieper contact. Meer informatie. Omdat we in die overgang zitten. En zo gaande met de consulten het dieper contact. Dat iemand zei, ja, ik kom voor een consult. Nou, zijn er nog meer vragen? Ja, ik heb ook last van mijn knie. Oh, dan moeten we daar eens naartoe gaan. Nou, toen gingen we leren de paramedische en psychosociale mediumschap. Oftewel, waar komen ziektes vandaan? Ja, ja. Begrijp je? Mm-hmm. Ik wil graag weten. Ik had een consult met iemand. En die pakte ineens een buffertje uit de tas. Ik zei, waarom pak je nou de puffertje? Ja, ik heb voor mijn longen. Astmatisch. Ik zei, op zoek eens kijken waar het vandaan komt. Nou, reis je terug in de tijd. In dit leven was dat. En toen had zijn moeder hem 4-jarige leeftijd in een heel klein speeltuintje gezet. Een hek op slot. Toen kreeg hij al een schokmoment. Ik zeg, wat voel je nog meer? Hij zegt, ik wil hier niet zijn. Ik wil daar in de grote speeltuin zijn. Op dat moment kreeg hij een schokmoment. Mijn wereld is te klein. En dat slaat hem op je longen, op je bronchie, bronchitis, astma, eventueel late stadia. Kunnen daar tumoren uit ontstaan of kankers. Hmm. Nou ja, dan kun je contact maken met alle organen, maar ook met alle ziektes. Dus ook met een tumor of een kanker. Vele malen gedaan. En dan praat je met dat bewustzijn. Dan praat je in kleur. En dan praat je in taal van het orgaan. Mm. En die praten gewoon net als jij, want het is lichaamsbewustzijn. Ieder orgaan heeft zijn eigen bewustzijn. En dat werkt samen. Iemand ging een keer in een vroege meditatie. Trouwens, toen hij daar naartoe ging en hij verzette zich en ging naar de grote speeltuin toe. Dus hij veranderde die werkelijkheid. En kon tegen zijn moeder zeggen, mama, ik wil in mijn ruimte staan. Laat mij vrij. Op dat moment, hij heeft me later nog verteld dat hij die puffertje nauwelijks nog gebruikt. Jeetje. Wat bijzonder. Ja. Ja. Iemand die zei van, ik heb een hekel aan die en die bloemen. Hoe heet ze? Jij bent goed in bloemen, die gekleurde bloemen. Hoe heet die nou? Ja, alle bloemen hebben een kleur, Jacco, weet ik. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, narcissen, tulpen. Nee, kom maar even op, kom maar zo op. Nou, haar moeder kreeg dat cadeau toen ze een jaar of 5 was van een oom. En toen zei die oom tegen die moeder, zo, dan mag je eens een dagje uit de keuken, hè. En dat was zo'n raar opmerking, dat was een schokmoment, vond ze zo beledigend. Ja. En dat schokmoment, dat ging af naar die bloemen. En dan keurde zij die bloemen af. Nou, zo heb je duizenden voorbeelden. Elke ziekte
kun je terugvinden in de emotie van de geest. Ja, het is waanzinnig. Hè? Als jij hier zo over praat, dan realiseer ik me ook dat er zo'n grotere wereld nog om onze fysieke realiteit is. En daarin zitten nog allerlei lagen. Ik vind het trouwens altijd erg leuk, de manier hoe jij daarop praat. Hè? Hoe jij je uitdrukt, vind ik altijd zo lekker grounded en zo lekker vol met ja, okay, ja. Dat vind ik heerlijk. That's for you. Ik wil je even een hele andere vraag stellen. Leuk. De titel van het retreat is je zielsmissie ontsluieren. Oeh. Nou, ik hou echt wel van die mooie grote woorden, maar tegelijkertijd denk ik dan, wat betekent het eigenlijk? Hè? Dus als ik nou aan jou vraag, een zielsmissie, wat zijn dan de associaties die je daarbij krijgt? Passie. Passie? Passie, waar je blij van wordt. Je ziels, daar waar jij blij van wordt, dat is zielsmissie. Begrijp je? Mm. Daar waar je oké voelt. Waar het helemaal goed is. Zielsmissie. Zielsmissie. Iedereen heeft verschillende zielsmissies. Anders zouden we allemaal hetzelfde doen. Je hebt het in mensen helpen. Zielsmissie. Niet vergeten jezelf te helpen, maar mensen helpen. Er zijn mensen die vinden het fantastisch om met techniek te werken. Of met getallen. Fantastisch, dat moet je doen. Zielsmissie. Ik ook graag. Zielsmissie. Ik heb me wel eens afgevraagd, waarom word je nou tandarts? Wat is daar nou aan om dat de hele dag te doen? Dat is niet mijn zielsmissie. Maar voor die persoon wel. En dat is wel een vak natuurlijk. Ik noem maar wat. Arts worden. Dierenarts. Werken met paarden. Noem maar wat. Dus als ik jou... En dus als ik jou goed beluister, dan zeg je datgene waar je heel blij van wordt. Dan weet je dus dat je op een zielsmissiepad zit. Of zo. Ja. En... Ik vind het allermooiste, weet ik van mezelf, als ik les mag geven. Als je les mag geven? Dan ben ik gewoon de hele dag super blij. De tijd die vliegt voorbij. Ik vind het nooit vervelend om te doen. En ik doe het al 18 jaar. Dus ik vind het elke dag leuk om les te geven. Ik vind het leuk om samen te werken met de spirit. Ik noem het altijd van spirit. Ik vind het fijn om met mensen te werken. Vooral als het om gevoelens en emoties gaat. Mm-hmm. Als het open is. Hè? Ja. Ja. Dat vind ik fantastisch. Want dan kom ik heel dicht bij mens zijn. En inzicht geven. In wezens inzicht geven liefde. Mm. Want je krijgt begrip. Mm-hmm. Yeah. En bij mij is nooit iets negatief. Het heeft altijd een reden, een oorzaak. En als je daar naartoe kan gaan, dan kan zelfs iets wat heel vervelend is geweest in jouw leven, hè, omgebogen worden naar iets leerzaams. Ja, ik deel absoluut die gedachten. En nu worden mijn gedachten afgeleid. Of nee, mijn gedachten worden getrokken naar wat je net zei. Ik werd toch uit elke baan ontslagen. Ja. Ik kan me voorstellen dat je op dat moment dat niet zo'n leuke ervaring vond. Nou, maar dat ging wel wennen. Na 2-3 keer al. De eerste keer ga je in overtuigingen. Oh jee, wat nu? Ik heb geen werk, ik heb geen geld. Oh jee, jong gezin. Maar ja, je vindt altijd wel weer wat. Je kan altijd wat vinden. Dus na 2-3 keer, oké, ik vind wel weer wat anders. Ja, want dat was eigenlijk mijn onderliggende vraag. Van, dan komen er dus dingen op je pad die niet leuk zijn. Maar, ik haalde even dit voorbeeld aan hoor. Het is willekeurig. Maar als jij nou terugblikt op je eigen leven. Wat waren nou bijvoorbeeld 1 of 2 van die kantelmomenten, dat je eigenlijk in een ervaring zat, dat je dacht, nou, ik vind hier niks aan, of ik baal hiervan, of zo, hè. Maar dat het eigenlijk een tweesprong bleek te zijn, en dat je de andere kant op ging. Nou ja, ik hoop dat je me... Het allerbelangrijkste was mijn laatste ontslag bij een op zich een heel mooi bedrijf. Ja, als je energie er niet goed in zit, dat gaat opvallen in het team natuurlijk, hè. Okay. Kun je een jaar of 2 jaar volhouden, maar dan ga je min of meer de kantjes er vanaf lopen. Als jouw passie er niet in zit. Dus daar kan je niet voor een werkgever. Die deal heb je ook niet. Je moet je laten zien, je moet je geven, je moet je energie geven.
En in ruil daarvoor krijg jij een salaris of een leaseauto, weet ik van. Ja, het bracht me niet, begrijp je? Ik deed het wel, maar dat was niet mijn ding. Dus bij dat laatste ontslag, maar daar had ik ondertussen dus mediumschap geleerd. Dus dat gaf mij een kans om dit werk te gaan doen. Dus ik zei, ik ga dit werk doen. En ik doe het wel een jaar en ik zie wel. En als dat na een jaar niet goed is, dan heb ik hier van een jaar ervaren. En dan zie ik daarna wel weer. Dus ik reed terug naar huis. En ik voelde de gids op de achterbank, toen ik die beslissing had genomen. Hè? En ik, haha, humor, zit je lekker. Humor terug, ik laat me rijden. Vergeet het nooit meer, ik ben precies waar, de A28, anyway. En toen zegt de gids, je hebt moedig je ontslag aanvaard. Ik zeg, oké, dankjewel. En ik mag je, en ik mag je meedelen dat je nooit meer een maatschappelijke baan zal krijgen. Oh. Dat zei ik ook, oh. Dus dat gaf mij een extra stok achter de deur natuurlijk, moed. Ik ga dit doen. Nou, helemaal blij. Zeker voor een aantal seconden. Want toen kwam er weer een centje. Oh jee, maar straks lukt het niet. Ja. Nou, en daar ben ik natuurlijk doorheen gegaan. Ja. En dat doe ik nu alweer 8 jaar. Dus dat was voor mij een hele belangrijke stap. Nog eerder een belangrijke stap. Dat was op de middelbare school. Dat ik met Astrid ging dansen op een schoolfeest. En daar dans ik nog mee. Wat bijzonder. Het is echt een middelbare schoolliefde. Dat hoor je niet dat heel klopt, vaak. Ja. Ja, dat klopt. Nou, hele mooie dingen ervaren. Ja. En nu mag ik hier in Toldijk op een boerderij wonen. Ja. Heel veel werk aan gehad met opknap en dergelijke. Ja. Een goede combinatie erbij gezet. Ook om spiritualiteit te brengen. Ja. En mag ik, ben ik vrij? Ja, je bent daar ook echt vrij. Hè? Ik herinner me nog dat ik één keer terugreed van jouw boerderij naar de opleidingsdag. Mijn navigatie niet meer deed. Ik van landweg naar landweg een beetje in paniek raakte. En dat ik toen mijn broer belde en zei, kan je even op de computer uitzoeken hoe ik nou moet rijden? Want ik ben hier echt in the middle of nowhere. De weggetjes worden alleen maar kleiner in plaats van dat ze mij naar de, weet ik veel, snelweg toeleiden. Je hebt daar een prachtige locatie. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Het is daar echt een prachtige locatie. Ja, dankjewel. Ja. Nou, en daar stop ik ook mijn ziel en zaligheid in. Ja. Ja. Ik vind het leuk om een boom te planten. Ah, ook lekker gewoon dat. Nou, ik heb heel veel bomen geplant en wilgen. Ja. Ja. Een mooie natuur gemaakt. Ja. Je zei trouwens net iets over in ons vorige gesprek dat jij ook voorzitter bent van een beroepsvereniging. Dat ik al dacht, een beroepsvereniging. Ja. Maar wat mij daar vooral in raakte, was dat je daar eigenlijk geen zin in had, maar toch ging doen. Nee. En dat vind ik ook bijzonder. Want soms denk ik wel eens dat een stukje van onze zielsmissie ook dingen zijn die we in eerste instantie niet willen. We toch doen. En dat we gaan waarderen, gaan snappen. En nou, wil je daar iets over vertellen? Want om te beginnen, een beroepsvereniging voor mediums. Ik ben al een en al oor. Ja, geweldig. Nou, ik was inderdaad helemaal niet van plan. Het was in mijn begintijd dat ik het mediumschap ontwikkelde. En ik wilde nog een stukje extra. Dat was transenergie, de trans verder verdiepen. Dat ging naar Engeland, Stansted College. Dat was een heel leuk zetje. En ik was daar. Nou, dat was hartstikke leuk. En toen deed ik een consult. We hebben een Schots medium. Heel leuk. Ja, en er waren 2 stoelen. En ik had 1 stoel, maar er was nog een stoel. En ik voelde, daar gaat iemand zitten. Ik denk, nou ja, ik ontvang een consult, ik zeg niks. Toen zegt ze, daar gaat iemand zitten. Ik zeg, ja, dat voelde ik ook. En toen zag ze een ketting, zo'n ding eraan, die zag ik ook, in de geesten. Toen zegt ze, weet je wie dat is? Ik zeg, geen idee. Zegt ze, Gordon Higginson. Ik zeg, oh, maar dat is een heel goed medium, hè? Je kon echt je telefoonnummer en de straat waar je woonde en namen. En er stond in de Royal Albert Hall voor 5000 man. Dat is een befaamd medium. En die werd op een gegeven moment chairman
hoe heet het, voorzitter van de SNU in Engeland. En dat is een spirituele vereniging die is voor mediums en voor healers. Nou, de boodschap was, ik kreeg allerlei leuke boodschappen. En een van was, weet je waarom ik die ketting laat zien? Ik zeg, ja, omdat je voorzitter bent. Hij zegt, ja, maar de bedoeling is dat Nederland ook een beroepsvereniging krijgt. Zodat we kwaliteit kunnen waarborgen. Ik dacht, nou, dat is wel een goed idee. Maar toen zei hij, wil jij dat gaan opzetten? Nou, en daar had ik dus echt geen zin in. Dan moet je notulen maken, je moet een bestuur maken, algemene voorwaarden. Ja, voor zo aards, zou ik maar zeggen. Maar ja, aan de andere kant, het is wel goed dat je echt gekwalificeerde mediums hebt die daar een examen voor doen. Ja. A, goed voor mensen die naar mediums gaan. Maar ook voor de medium zelf. Dat ze staan voor hun kwaliteit. En daar ben ik in vertrouwen. Dus ik heb gezegd, oké, doe het. Nou, ik kreeg gauw 2-3 mensen bij elkaar. Ja, dan ga je vergaderen hoe dit en dat, zus en zo. Nou, uiteindelijk is dat de SNU geworden. Spirituele Nationale Unie. Moest ook zo gaan heten. En dat was de reden, omdat er later, wanneer weet ik niet, gaat het over veel meer landen, krijg je een beroepsvereniging. En is SNU terminologie die in heel veel talen hetzelfde is. Ja, ja. Dus je krijgt één grote SNU, zeg maar, straks. In the world. Nou, en nu vind ik het wel heel leuk dat de SNU er is, niet eenmaal staan. Dat is al vanaf 2006. Nou, moet je naar de notaris en zo, dan moet je notulen moet je droppen, et cetera, et cetera. Ik ga hem verkopen. Nou. En nu zitten we met ja, om en bij de 100 man. Ja, als we bij elkaar zijn, ja, dan bespreken we alles. Houden de kwaliteit, bewaken we de kwaliteit. Nieuwe methodieken. En die delen we met elkaar. Wat er speelt in het spirituele. En dan deel je de kennis met elkaar. Klachtrecht, er is nog nooit een klacht binnengekomen. Hoe mooi is dat? Dat is zeker mooi. Ja, dus met tegenzin aan begonnen. Wat uiteindelijk een glimlach werd. Hmm. En dat wisten ze wel. Het is belangrijk dat je, als je het over medium, iedereen kan medium zijn of worden of roepen dat hij het is. Ja, ik vind dat je het heel zuiver moet houden. En je moet mensen niet besodemieteren of dat je denkt dat het goed is. Mm-hmm. Kijk, ik ben ook wel eens in het verleden bij een medium geweest. En die bedoelde me het goed, maar die gaf helemaal niet vanuit de spirituele wereld door. Die gaf door vanuit een aura lifter. En Jack? En dat wist die beste man helemaal niet. Mm-hmm. Begrijp je? Waaraan kun je dat herkennen? Als je dan zelf zo'n consult neemt en je denkt, toch een beetje raar of zo. Of, wat kun je zeggen tegen mensen daarover? Oh, dat is een hele goeie. Ten eerste voel je het, dat het niet klopt. Maar, ja, je moet oppassen dat je energie, je kracht, of als het ware je macht, die moet je niet geven aan een ander. Niet aan een medium, niet aan een healer, niet aan... Nee, iemand moet jou helpen. Dat is zijn taak. Begrijp je? Dus je kan het voelen. Als je dat lastig vindt, dan kun je het horen aan de trilling. Dus als het heel aards is, als je zegt van, ik krijg door, Danielle, dat het hartstikke goed met je gaat. Ja, dat is niet concreet, begrijp je? Mm-hmm. Of als iemand zegt, je moet nog 3 keer terugkomen, dan is het voorbij. Dat klopt niet. Je voelt dat het niet klopt, begrijp je? Het zou mooi zijn, bij mij en bij heel veel bij andere mensen, je voelt de energie, je voelt de zuiverheid, je voelt de intentie. En gelukkig werken de meesten daarmee. Je kan het voelen, je kan het zien in die energy. Je voelt of iets zuiver is of niet. Ja, en ik hoor je ook bovenal zeggen, je moet je eigen kracht, houd je eigen kracht bij jezelf, hè? Geef dat niet weg. Zeker. Iemand anders, ook al is het een medium of wat dan ook. Het is altijd weer voelen, klopt het voor mij, ja. Klopt. Een medium nooit, trouwens niemand niet, verheffen boven. Die is ook aan het leren, anders was hij niet op de aarde. Ja. En die eet ook gewoon spaghetti. Ja. Ja. Wel
Oh, vanavond dan... is het goulash. Maar goed, dat is er. Vanavond is het goulash, oké. Okay. Ja, ook lekker. Jacco, als je nou zou formuleren wat jouw zielsmissie is. Je hebt er eigenlijk wel heel veel gedeeld. Dus ik zou het ook misschien wel kunnen destilleren uit jouw woorden. Maar als jij nu zo op de man af deze vraag krijgt, hè, van... Ja, wat is dan voor jou jouw zielsmissie op dit moment in je leven? Het is tweeledig, denk ik, voor de mens. Ten eerste jijzelf, dat je groeit in jouw zijn. En het tweede is, dat is in het doen. Dat je plezier hebt in datgene wat je doet. Het mag en kan van alles zijn, want dat maak je gelukkig helemaal zelf uit. En dat je niet laat sturen... Maar dat je zelf stuurt. Dat is zielsmissie. Ik hoor dat je blij wordt. Ja, en ik hoor ook echt jouw hang naar vrijheid daarin door. Klopt. Ja, het is ook, denk ik, een belangrijke kernwaarde voor jou, vrijheid. Dat, zeker, ik denk voor veel mensen. Maar aan vrijheid zit ook onafhankelijkheid. Ja, en autonomie. En autonomie, inderdaad, een hele goede. Zowel voor mezelf, maar ook voor de ander. Ja. Vrijheid. Mooi. Bij mij mag alles gebeuren. Je mag huilen, je mag lachen, je mag boos zijn, je mag godverdomme zeggen. Dat maakt me niet uit. Op de vloer stampen. Juichen. Wat je wil. Echt vrij zijn. Mooi. Ja. Ja. En dan kom je tot de kern. Nou, en als je vanuit die vrijheid en plezier en zuiverheid werk, dan komt de spirit world ook dichterbij. Ja. En dan kun je gewoon communiceren met jouw ziel. En dan voel je de energie. Mm-hmm. Of met de gidsen. Of met oma. Mooi. Ja. Ik kan nog heel lang met je doorpraten, maar ik heb zo'n gevoel dat we al best wel lang uitgewisseld hebben. Dus ik wil eigenlijk jou een hele andere vraag stellen. Een hele aardse vraag. Maar ik weet dat jij iets hebt. Dat mag ook, dat is er ook. Ja, en ik weet dat jij iets hebt voor de deelnemers. Iets waar ze zich aan kunnen laven. Misschien dat jij daar iets over wil vertellen? Zeker. Nou, dat was er al, dus dat is er eigenlijk geen extra. Je kan op mijn site, Medium Jacco, daar staan meditaties. Die heb ik met bewust Achterhoek heb ik die opgenomen. Dat was in die tijd dat die eerste lockdown kwam. Dan wilde alle besloten om iets aan de mensen wat ze kunnen doen. Ik zeg, ik wil meditaties geven. Dus die kun je gratis downloaden. Zijn er een stuk of 8, 9. Mooi. Ja, hele mooie meditaties. Waarbij er is een van een healing. Er is een, dan ga je de dimensies door. Dan ga je die trillingen ga je ervaren. Er is een, dan ga je de spirituele wereld in. Waarin je de vrijheid in de geest krijgt. Dat wie dan ook naar jou toe komt. Die waren engel, gidsen. Die meditaties kun je zo downloaden, kost niks. Leer je heel veel van. Zit heel veel healing zit er ook in. Mm-hmm. Dus gebruik die. En ik heb je tegemoet te komen. Dat is mijn eerste boek. De geest en de mensen in de nieuwe tijd. Die kost normaal €25. De kijkers van dit programma, als ze bij mij bestellen en ze zeggen, Danielle, dan wil ik €10 korting geven op beide boeken. Dit is het tweede boek. Uit het hart geschreven. En die gaat echt over consulten die ik gedaan heb. Dus het zijn puur en alleen consulten. Ja, dan voel je de diepgang, zie je de diepgang van consulten, maar ook van de mens. Die kost €29,95, dat is ook een tientje korting. Dus als je die boeken wil lezen, bestel ze rechtstreeks bij mij en doe ik een tientje korting eraf. Mooi, mooi. Dankjewel. Het is altijd leuk. Heel graag. Absoluut. Ik hou ook veel van lezen. Ik vind boeken altijd superleuk. Dat klopt. Veel dank daarvoor. Ja, ik denk dat we zo een beetje gaan afronden. Dus misschien kan ik nog één laatste vraag aan je stellen. En misschien heb je er ook geen antwoord op. Dat kan ook. Maar als laatste vraag. Als we het dan zo hebben over je zielsmissie ontsluiert. En gaat ontdekken, waarderen, leven. Is er dan nog iets niet gedeeld of besproken, wat toch wel relevant is voor het onderwerp? Is er iets wat er nou in jou oppopt? Ik denk dat we het zo goed besproken hebben. Neem mee, of ik hoop dat je meeneemt vanuit dit gesprek, want het gaat altijd om jou, dus de luisteraar.
jij bent belangrijk. Jouw contact met jezelf. En ja, hoe meer je dat hebt, hoe meer je in een vreugde kan zijn, in een blijheid kan zijn. Dan ben je dat ook voor je omgeving. Ik denk dat dat het belangrijkste is, het contact. En weet dat je het zelf kan. Iedereen kan het. Het is geen begaafdheid. Iedereen kan dat leren. Het brengt je vooruit. Het brengt je vooruit. En weet, mocht je door een of andere reden, en daar is het leven ook voor, je niet lekker in je vel zit, weet dat je daaraan kan werken. Weet dat het je niet voor niets overkomt. Niets is voor niets, hoe vervelend in welke situatie je ook zit. Het heeft een betekenis. Als je er zo naar gaat kijken, niet vanuit een slachtofferrol, maar wat wil het mij zeggen, wat wil mijn ziel mij daarmee zeggen, dan ga je licht zien. En dan kun je daar uitgroeien. Dat wil ik graag meegeven. Mooi. Dit vond ik nog wel een hele belangrijke toevoeging, hoor. Wat je net zei. Super, dankjewel. Ja, we zijn er allemaal met elkaar en voor elkaar en met jezelf. We zijn eenheid. Wij zijn eenheid. Ja. En we denken dat we afgescheiden zijn, maar we zijn eenheid. Mm. Op de kippen beschouwd zijn wij liefde. Het grappige is dat ook met die laatste zinnen, woorden, ik ook heel sterk weer dat hartchakra bij mij kon voelen. Helemaal zoals in het begin van het gesprek. Dus ja, klopt. Het is bijzonder dat dan ook in mijn eigen systeem, in mijn lichaam, voel ik het ook full circle komen. Niet alleen qua woorden, maar ook echt in mijn... Ah. Ja, zo ja. Dan voel je die trilling die uit die woorden komen. En als je ervoor openstaat, dan resoneert dat. Ja, dat is... Ja, als je praat over eenheid en liefde, ja, dat is een hoge trilling. En dat zijn wij in de kern. Mooi. Prachtig. Dit is een mooie... Dit is een mooie afsluiting, Jacco. Dankjewel, Daniel. Ik denk dat we het hier mooi bij gaan laten, want... Ik vind het wel even lekker zo om hier te blijven. Ja, enjoy. De zon schijnt. Precies. En het kan ook als het regent. Inderdaad. Het kan ook als het regent. Heel veel dank voor al jouw kennis en wijsheid. En ook bovenal jouw liefde en humor. Waarin alles zo lekker gewoon nuchter naar de aarde wordt gebracht. Vanuit spirit en met spirit. Ja, yeah, true. Dus veel dank daarvoor. En ook aan jou, deelnemer, ook heel veel dank voor het beluisteren, het tot je nemen en daarmee jouw eigen pad verder te lopen. En precies zoals jij net zei, Jacco, we zijn allemaal één. Dus we doen het ook echt letterlijk met elkaar en voor elkaar. Samen. Absoluut. Dankjewel, Daniel, dat je de tijd en de ruimte hiervoor creëert. Want daardoor mag dit en kan dit ook gebeuren. Dankjewel. Ja. Daarin ook. Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Dankjewel, lieve mensen. Jo, en hoi, tot hoi. De volgende interview.